Goedemorgen. Ik ben blij. Ik ben vandaag ging ik op de weegschaal staan en ik ben 18 kilo kwijt. Dus dat is wel even een hiep hiep hoeraatje. Yeah! Zoals ik altijd zeg. Het is mooi weer, staat een beetje wind. Ik ga naar de markt, want ik weet niet of ik naar Zaandam ga of naar Amsterdam. Of fietsie, dat moet ik gewoon even bekijken. Wat ga ik meer doen vandaag? Nou, ik was gisteren hartstikke moe. Ik ben ook maar 20 kilometer gefietst. En ik heb de rest van de avond heb ik heerlijk op de bank gelegen met mijn vriendin. Deze. Die het allemaal maar niks vindt. En wat heb ik als ontbijt? Als ontbijt heb ik 2 eieren ontwikkeld met boterhammenworst en een smoothie. Bestaande uit sinaasappelsap en bleekselderij. Dus dat was hem voor ochtend. Ik neem u mee, want het is mooi weer, het is droog. Dus hij gaat mee in de zak. Ik sta hier op de pont naar Amsterdam toe. En ik ben richting Amsterdam aan het fietsen. Als u die kant op kijkt, ziet u zeilboot, het zou veel wind staan. Maar ik wist niet dat we tijd over hadden. Dus. En ik moet dus daarheen. Ik loop hier op de Lindenmarkt in de Jordaan. Dit is de Noordermarkt. Het is een beetje een alternatieve markt. Goedemiddag, we zijn bij de lunch, nou ja, lunch. Ik weet niet hoe het heet als je pas om 1:30 weer gaat eten, maar ik heb even heerlijk gefietst op van Amsterdam heb ik daar even de Lindenmarkt en de Noordermarkt gelopen. Even wat groentes gehaald. Vanmorgen wordt het helemaal een feestmaal, want er waren groene asperges en die vind ik altijd lekker. Die kan je stomen, die kan je, hoe heet dat, grillen. En je kan ze gewoon koken. Dus, ik kijk wel wat ik er morgen mee maak. Maar in ieder geval, ik maak er wel wat van. Voor tussen de middag, nou ja, tussen de middag, heb ik even een wat noedels. Met champignon en puntpaprika's doorheen gedaan. Dus daar heb ik ook al volledig een maaltijd aan. Ik ga nu even eten, want ik rammel van de honger. En, ik moet al 10 kilo afvallen, maar op zo'n manier wordt het een foute boel. Dus ik wens u en ik zie u vanavond. Zo, mijn salade zit in box 3. Nee hoor, we zijn weer aangekomen bij, wat eten we vanavond? Nou, wat eten we vanavond? Het is zaterdag en ik wil een beetje kracht hebben. Want ik wil morgen zo'n 40 kilometer fietsen als het een beetje mee zit. Dus, en zometeen rugby.
Dus even wat lekkers eten, vind ik voor de zaterdag. Ik maak hamburgers met ui, tomaat en champignons. En als brood gebruik ik de grote bladeren van de ijsbergsla. Dus dat wordt gewoon lekker smullen. Altijd even een beetje zout en peper er eerst overheen doen of andere kruiden. Dan krijg je het lekkerste effect. Dus ik zie je zo meteen aan tafel. Wat doet hij nou? Zo, we zitten in de rust van het rugby. Nieuw-Zeeland staat voor. Met één try, oftewel 16-3 tegen Australië. De All Blacks dus, die staan voor. Jippie, jippie, jippie. Zwart is mijn lievelingskleur, zoals u weet. Maar, het gaat goed. En ik heb, omdat het... Amerikaans voetbal, de finale van het dinges, heb ik een Roberts Royal gemaakt. Dat is een hamburger, gewikkeld in sla, met een eindje erbovenop, platjes tomaat, gebakken ui en champignonnetjes en dan wikkel ik hem zo meteen zo in sla. Oh. En vanavond mond kijken, denk ik. Want voor de rest is er weer helemaal niks op de Nederlandse televisie. Dus. Ja! En weer voor de onderlegse doelpunt, of tenminste een try. Geweldig, geweldig. Ik wou dat ik erbij was. Een kaartje kost 60.000 pond. Tenminste nu op de zwarte markt. Maar ik wou dat ik erbij was. Dus. Ik ga afsluiten en ik zie jullie morgen.